Weskaap Aktueel het vroeger van jaar bericht oor die omstrede plannen om een kragskip in een sensitieve gedeelte van Saldanha Bay te anker. Die aankondiging het gauw fel teenkanting gekry. Een finale besluit oor die car powership is nog niet geneem nie. Ons sit al klaar met iemand van probleem, wat ons weet die probleem is, een groot gezondheidsrisico. Nou kom je nog een ding wat ons weet, die gezondheidsrisico net gaan vererger. Ons soek antwoorden op baie vrae en hulle praat die hele tijd om dit. Het is of een 20 jaar blessing of is een 20 jaar vonnis. Die vraag is wat die een. Vooral die onlangse ontdekking van een onderwater rifgebied in Grootbaai laat rooi omgevingslichte flikker. Verskeie historische skeepswrakke kom ook in die baai voor. The ship will expel hot water onto the reef, which will kill all the marine life on the reef. Die car powership debakel en moontlike besoedelingsgevare het weer eens die soeklig laat val op die noodzakelijke langtermijn bewaring van Saldanha se historiese baai en die sensitieve langebaan strandmeer. Gevestigde grootskaalse nywerheidsaktiwiteite kom al vir dekades in die klein baai gedeelte voor waar groot vragskepe en uitgestrekte mosselplase een bekende gezicht is. Die aktiwiteite is aan die toeneem. Die industriële zone self het 20 miljard rand beleggingspijplijn. Dus nou nie, beteken nie, dit gaan alles dadelijk gebeur nie, maar oor die volgende 10 tot 20 jaar is al baie sterk stroom van nywerhede wat toetree tot die area. Dit is meestal lichte en hooggevorderde ingenieursbedrijven, so met andere woorde nie die groot zwaar aanlegde wat smelters het nie, maar meer jou gefokuste vervaardigingsbedrijven. Misschien een klein beetje ook aan die energiekant verwant, nie net in die skeepsherstel, skeepsbou nie, maar die toename is ongetwijfeld op die kaart. Daar is altijd druk op die baai. Ek dink op die oomblik is die druk, hoe sal ek nou sê, dit is beheerbaar, soos wat het is op die oomblik. Maar daar is groot planne vir die baai om verder uit te brei, en dit sal baie nauwkeurig moet gaan kyk wat die impact van daardie uitbreiding gaan wees op die toekomst van die baai. Daar sal redelike baie impact op die baai soos wat het is. Maar die conditie van die baai is nog in een redelike goeie natuurlijke conditie. En mens wil nie sien dat het achteruit gaan verder nie. Die Saldanha Bay Waterkwaliteit Forum Trust is een van die baai se belangrikste omgevingswaghonde. Die trust is reeds in 1996 gevorm en stel sedertdien gereeld verslae bekend oor die stand van onder meer die baai se watergehalte. Weskaap Aktueel het onlangs die bekendstelling van die jongste verslag by Mykonos in Langebaan bygewoon. What we've seen over the last 12 months has actually been very encouraging. The health of the bay is actually looking very positive at the moment. We're seeing recovery in a lot of the important indicators that we've been monitoring, especially sediment, water quality, but also in the biota. Some especially invertebrates, fish are looking good. Fortunately, many of the birds are not looking so good. But certainly many of the physical underlying physical drivers are showing positive improvement. Been a reduction in contaminant levels in sediment and water, which is all very encouraging, and I hope will translate into improvements in the biota and the ecology of the bay. At the moment, main concerns are the just general increase in development in this area, increase in industrial development, increase in mariculture. All of these things translate into increased disturbance, increase in contaminants that are coming into the bay, loss of natural habitat, loss of shoreline, introduction of alien species. So it's just, there's an enormous amount of pressure coming here. I think the trust is doing an amazing job at trying to balance the development pressure against awareness and focus on maintaining the natural state of the environment and protecting the environment. Dele van die Kaapse Weskus, wat gebiede soos Saldanha insluit, is een van 10 biosfeer reservate in die land, wat die noodzakelijke verantwoordelijkheid plaas op die onderskeie rolspelers in wie se hande die beskerming van die landse natuurerfenis is. Biosfeer reservate
word gefokus rondom die belangrijkste natuurlijke verschijnsels in die hele wereld. Ons is direct vergelijkbaar met Yellowstone Nationale Park en Ayers Rock in Australië, so wat allemaal biosfeerreservaten rondom hulle het. En die doel van een biosfeerreservaat gaan oor volhoubare ontwikkeling rondom hierdie kern natuurlijke en culturele areas. En het is erg van internationale belang vir die biosfeerreservaat om een rolspeler te wees in die ontwikkeling en die groei in sy area. Daar is definitief een baie sterk focus daarop om nie een groot impak op die omgeving te hê. Maar waar het sê, toe die industriële zone aanvankelijk bestudeer was en onder die haalbaarheidsstudies gesit is, is daar haalbaarheidsstudies juist, is daar perke gestel in die haalbaarheidsstudies op die impak op krachtverbruik, rook en ander omgevingsimpakte, sowel as die spasie wat het vereis. En sekere bedrywe wat toe al haalbaar was, is van die haalbaarheidsstudie afgehaal omdat het financieel haalbaar was, of commercieel haalbaar, maar nie noodwendig haalbaar vir die omgeving en die vereistes wat die minimum impak daarvan sou wees. But obviously it's better to concentrate development in areas that have already been modified and try and keep as much of the remaining area natural as possible.